We zijn vandaag op de Beurs Event 2011. We zijn te gast bij Expo Flora en ik ben erg benieuwd hoe zij hun eigen aandeel op deze beurs hebben vorm en kleur gegeven. Hoe is deze stand tot stand gekomen? Doordat wij al vaker met Heeman en Tao samenwerken op beurzen en evenementen. Wij alle drie ons op deze beurs willen presenteren, omdat het een netwerkbeurs is. Vonden wij het verstandiger om het met z'n drieën te doen. Onze bijdrage bij deze stand is het meubilair. De borden, het bestek, het glaswerk en de insteek is zeg maar, het meubilair, is allemaal op accu met LED. Wij verzorgen het audiovisuele en alle techniek om deze stand tot stand te brengen. Creativiteit was vroeger hield het echt in bloemen en planten. En een paar jaar geleden zijn we eens nagaan denken van ja, je kent met creativiteit veel meer, want bloemen en planten is maar een klein stukje. En met duurzaamheid en allemaal dat soort hippe thema's zijn we dat gaan vertalen naar gewoon een breder scala aan producten. Nou, wat ons zo bijzonder maakt is onze kwaliteit en onze flexibiliteit voor een klant. Dat wij alles kunnen realiseren op het gebied van techniek. En onze nieuwste aanwinst, het curvelet. Wat klanten dus graag willen in groen denken met LED. Ja. We zijn vrij breed, zeg maar, van een theelepeltje tot een complete keuken kunnen we inrichten. En dan van particulieren van een paar mensen tot 16.000 man. Hoe is jullie ervaring in de samenwerking met Expo Flora? Onze samenwerking is heel erg goed gegaan. Ik heb Expo Flora benaderd om mee te denken in de inrichting van de stand. En de visual die op de achterwand te zien is, is ook door Expo Flora uitgekozen. Ze hebben meegedacht in het creatieve gedeelte, dus voor hun rekening genomen. En ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Als je aan een beurs meedoet, dan trekt je hele doelgroep aan je organisatie voorbij. Dus dan is het wel belangrijk dat het er meteen catchy uitziet en lekker gelikt. Dus eigenlijk je driedimensionale visitekaartje. En ik vind dat Expo Flora altijd een goede vraag stelt om precies dat neer te zetten. Wat ook succes oplevert als je op die beurs staat. Binnen Expo Flora visualiseer ik ideeën en plattegronden in een 3D-schets. Zodat de klant makkelijker keuzes kan maken over zijn of haar evenement. Wij zitten heel graag met Expo Flora aan tafel. Samen met andere specialisten. Om met het budget van de klant, onze beursorganisator, te kijken hoe wij zijn beurs kunnen vormgeven. En Expo Flora, met zijn nieuwe ideeën, conceptontwikkeling, speelt daar een enorm belangrijke rol in. Ze zijn erg proactief, innovatief en dat waarderen wij heel erg. Dus naast fantastische aankleding die ze her en der verzorgen, is dit de ontwikkeling die we de laatste tijd met elkaar aan het doormaken zijn. En dat vinden we fantastisch. Nou, zo heeft u enigszins een indruk gekregen van wat Expo Flora allemaal doet. Op mij kwam het wel over als snel, effectief, simpel, maar vooral creatief. En als u nieuwsgierig bent wat zij voor u kunnen betekenen, kijk dan vooral even op de website.